Doris Hochscheid en Frans van Rut zijn al jaren bezig om vergeten Nederlandse muziek voor cello en piano in de schijnwerpers te zetten. En afgelopen maand verscheen het 8e en laatste deel in hun cd-reeks Dutch Sonatas voor violoncello en piano. Met daarop onder meer werk van de Rotterdammer Wouter Hutsenruiter. Nou, welkom. Leuk dat jullie hier zijn. Ongeveer in 2007 hebben jullie toen besloten om Stichting Cello Sonaten Nederland op te richten. Ja. Waarom was het zo belangrijk dat er een stichting kwam voor cello sonates? Nou, wij vonden dat er veel meer aandacht, of dat vinden we nog steeds, veel meer aandacht besteed moet worden aan de Nederlandse muziek voor cello en piano, zowel uit het heden als uit het verleden. Je kunt zeggen dat in de jaren 40 van de 19e eeuw de Nederlandse muziek uit een dal begon op te krabbelen. Mm-hmm. En dat uitte zich erin dat er muziekscholen weer werden opgericht, dat er koren bij kwamen, dat er meer concerten kwamen, dat er een muziektijdschrift werd opgericht, Cecilia heette dat. En toen deed zich een probleem voor, en dat was dat we bijna geen eigen muziekleraren hadden. Hier in Nederland. Ja. En die werden hoofdzakelijk uit Duitsland gehaald. Dus je kunt zeggen dat het Nederlandse muziekleven weer opstond. Echt naar het Duits voorbeeld. Kun je zeggen dat er eigenlijk in die tijd niet echt dan een sterke Nederlandse traditie was? Ja, dat kun je zeker zeggen, ja. En toen was er een nieuwe generatie, zeg maar, van componisten die geboren is in de 80er en 90er jaren van de 19e eeuw. Die zo rond de Eerste Wereldoorlog hevig tekeer begonnen te gaan tegen die muziek. Mm-hmm. En zelf bijvoorbeeld zeiden dat Nederland in muzikaal opzicht door een vreemde mogendheid bezet was. Oh. Namelijk. En die zich echt een zeer serieuze taak stelde om een nieuwe Nederlandse muziek te gaan componeren. Ze deden dingen die wij nu heel fascinerend vinden, maar die niet alleen het publiek van toen, maar ook de uitvoerende muzici van toen wel erg radicaal vonden. Mm-hmm. En het gevolg van die twee verschijnselen was A, dat die nieuwe muziek eigenlijk maar heel weinig werd uitgevoerd. Hij was wel bekend, maar hij werd weinig uitgevoerd. Omdat hij iets ontoegankelijks had, vond men. Ja. En die muziek van daarvoor, die werd ook niet meer uitgevoerd, omdat die nieuwe generatie daar behoorlijk mee had afgerekend. Ja. Dus die verdween zelfs helemaal onder een dikke laag stof. En zijn dat onder andere de nummers die jullie... Het zijn precies... Ja, ja, alles wat op deze cd staat, dat komt echt onder die dikke laag stof vandaan. Ja, ja. De 19e eeuwse muziek. Ja. En de 20e eeuwse muziek die we eerder hebben opgenomen, de eerste helft 20e eeuw, ja, die was voor een gedeelte wel bekend, maar werd niet zo heel vaak uitgevoerd. Ja. En was voor een gedeelte ook nog nooit eerder opgenomen. Voor een gedeelte wel, maar... Snap het, ja. Ja. Wat is er zo mooi aan die muziek? En hoe ontdek je dat, ook als duo? Ja, deze muziek van deze cd is gewoon echt ontzettend lekkere speelmuziek. Het doet aan allerlei dingen denken. Misschien een beetje aan Brahms of Schumann soms. Maar toch hoor je wel een beetje, ja, in ieder geval het unieke van elke componist. Ja. Het eigen stem, zou ik maar zeggen. Ja. En dat is heerlijk om dat te ontdekken. En dat is ook sowieso, vind ik wel heel leuk om te vertellen, dat we hebben natuurlijk ongelooflijk veel Nederlandse stukken gespeeld in de afgelopen 10 jaar. En ook voor een deel heel intensief erop gestudeerd om het op te kunnen nemen. En wat mij betreft kan ik zeggen dat mijn spel echt gewoon enorm veranderd is. En dat ik gewoon als muzikus me enorm ontwikkeld heb. Ja, in welke zin? Nou, omdat ik die muziek... Sommige van die muziek moet je echt eventjes over nadenken. Van wat bedoelt de componist hier nou mee? Ja. Hoe hoorde die zich dit in zijn hoofd voor zich, zeg maar? En deze muziek die we vandaag gaan spelen is redelijk toegankelijk. Dus daar hoef je niet zo lang over na te denken. Maar sommige stukken die we eerder hebben opgenomen, moesten we echt wel op studeren. En dan ontdek je allerlei kleuren op je instrument die je nog nooit eerder hebt gedaan. En dan ben je zelf verrast van wauw, dit past echt heel goed bij deze muziek. Ja. En, jullie gaan een stuk spelen van Wouter Hutsenruiter, een Rotterdammer. Ja. Wat is hier dus het sterke in dit stuk? Ik denk dat het sterke is de enorm lange lijnen. Ja. De cello is een ongelooflijk lange lijn die maar doorgaat. En er zitten hele mooie verschuivende akkoorden onder. En die akkoorden geven eigenlijk tegelijk een soort ritme. Want je hoort heel duidelijk de puls heel rustig doorgaan. Maar omdat het steeds andere akkoorden zijn,
soms heb ik een liggende noot en dan heeft Frans allemaal veranderende akkoorden daaronder. En dan, dat is zo mooi. En dan kun je ook, als je zo'n noot ligt te spelen, zou ik maar zeggen, denk, oh, en nu komt die ene mooie akkoord en dan ga ik even een beetje meer zo vibrato. En dat is gewoon heerlijk om te spelen en denk ik ook wel, hoop ik, om te luisteren. Nou, je vertelt het prachtig. Ik heb er helemaal zin in gekregen. We gaan naar jullie luisteren. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.